Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer. Normaal met Dier van de Week, maar deze week even een keertje iets anders. Want ik wil jullie graag uitnodigen voor onze open dag op 7 april. Het start van 11 tot 3 en er is eigenlijk van alles te doen. Zo kun je op de kattenafdeling rondkijken. Je mag niet bij de katten in het verblijf, maar je kan wel rondkijken. Zoals deze dame hier. En ook bij de honden, daar gaan we nu heen. Zo kun je een kijkje nemen in onze woonkamer, bij ons voerstation. Je kan kijken welke honden er allemaal zitten. Wat voor gekke namen we ze geven, wat voor voer we geven. Alles wordt uitgelegd, je kunt al je vragen stellen. En dan gaan we fijn naar de hondenafdeling, waar je dus heerlijk de kennels in kan kijken. Je mag er niet in, hè? En er worden die dag geen dieren geplaatst, echt niet. Je bent veilig. Veel mensen willen niet komen omdat ze denken, oh, dan gaan we met al die beesten naar huis. Maar dat gebeurt op die dag niet. Hopelijk hebben we lekker weer. Zo niet. Hebben we een heerlijke overkapping waar je toch gewoon droog kan staan. We gaan allerlei dingen organiseren. Als het goed is, komt er een springkussen. Er komen foodtrucks waar je wat eten kan aanschaffen. De koffiecorner is er natuurlijk. Er zijn dus quizzen. Er is een puzzeltocht. Er is een knuffeldierendokter. Dus is je knuffel gewond? Kom hem even bij onze knuffeldierendokter laten zien. En ja, kom het alsjeblieft allemaal bekijken. Kom al je vragen stellen. En wie weet, zie je hier je toekomstige dier wel zitten. Er wordt geen afspraak gemaakt voor die dag. Er wordt niks geplaatst die dag. Maar we kunnen er wel even over praten. Dat was alles over de open dag. Vergeet niet dat we hier altijd weer filmpjes maken voor Dier van de Week. Die je kunt kijken op onze socials. Bij Roel van Deurzen, onze cameraman die 56 jaar getrouwd is vandaag. En Link Media. Zie jullie allemaal zondag 7 april.